Kijk nou eens, wat gebeurt hier? Waarom brengen al deze vrouwen allemaal spullen naar Mozes? Gouden kettingen, oorringen en potten, garen in allemaal kleuren, blauw en paars en rood, geitenharen, dierenhuiden, wol en olie. Waarom is dat? Dit gebeurt omdat Mozes tegen de mensen heeft gezegd: breng een offer, een geschenk aan de Heere van alles wat je hebt. Iedereen kan wel iets brengen en het zal allemaal gebruikt worden om de Heere te dienen. Zou jij ook wel iets aan de Heere willen geven? De Heere kiest twee mannen uit. Hij zorgt ervoor dat ze heel knap zijn en handig om. Allemaal spullen te maken voor de dienst aan de Heer. God maakt ze ook heel wijs, zodat ze dat wat zij kunnen ook aan andere mensen kunnen leren. Nu kunnen ze samen voor de Heer werken. Denk eens even na. Wat heeft de Heer aan jou gegeven, zodat je Hem kunt dienen? En zodat je andere mensen kunt helpen? Wat voor talenten heb jij? En hoe kan jij ze gebruiken om de Heere God te eren? Dag na dag brengen de Israëlieten materialen voor de dienst van de Heere. Op een gegeven moment is er veel meer dan nodig is. Mozes vertelt de mensen, nu hebben we genoeg. Wat gaan de mensen maken? Ze maken alle dingen die de Heere God aan Mozes heeft gezegd op de berg Sinaï. Zie je die speciale tent in het midden? Dat is de tabernakel, het huis van de Heere God. Deze tent wordt gemaakt van zware gordijnen. Rondom de tabernakel is een voorhof. Daaromheen zie je een afscheiding die ook van gordijnen is gemaakt. Zie je die prachtige speciale gordijnen bij de ingang? En wat staat er dan in de voorhof? Daar staat een altaar waar brandoffers opgebracht kunnen worden, en een koperen wasvat waarin de priesters hun handen en hun voeten kunnen wassen. Kleermakers maken mooie witte kleren voor de priesters. Dit zijn de kleren die de priesters moeten dragen als zij offers brengen aan de Heer. Tussen de priesters in hun witte kleren staat één man die heel andere kleren aan heeft met prachtige kleuren. Wie is die man? Dat is Aaron. God heeft hem de hoge priester gemaakt. En dat kun je zien aan de kleren die hij draagt. Over zijn witte priesterkleren draagt Aaron een blauw bovenkleed. Zie je dat er onderaan kleine belletjes hangen? Als Aaron dan rondloopt, kan iedereen horen dat hij eraan komt. Over zijn bovenkleed draagt Aaron nog iets heel moois. Met allemaal prachtige kleuren. We noemen dat een efot. Aaron draagt ook een soort tas op zijn borst met daarin twaalf prachtige stenen. Voor elke stam van Israël een steen. Zie je ook die twee stenen op de schouders van Aaron? Op deze twee stenen zijn de namen van de twaalf stammen gegraveerd. Dat betekent dat als Aaron de tabernakel ingaat, hij alle Israëlieten op zijn schouders meedraagt. En wat draagt hij op zijn hoofd? Zie je die speciale gouden plaat? Daar staat ook iets ingegraveerd. Er staat de heiligheid van de Heer. Om hoge priester te zijn is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een heel grote eer. Aaron vertegenwoordigt alle mensen van Israël in de ogen van de Heer. Aaron zal speciale offers brengen namens de mensen. Je gaat daar nog meer over horen in een ander verhaal. Maar vandaag wil ik je ook iets vertellen over een andere Hoge priester. Hij is de allerbelangrijkste Hoge priester die er ooit geweest is. Zijn naam is Jezus. Hij vertegenwoordigt zondaren in de ogen van de Heere God. Hij heeft zichzelf geofferd om verzoening aan te brengen tussen God en zondaren. Jij en ik zijn zondaren. Maar we kunnen naar deze hoge priester toe, hij wil onze redder zijn. Alle dingen in de tabernakel wijzen daar alvast heen. Daar ga ik jullie de volgende keer meer over uitleggen.